bezuinigingen en protest in de eurozone. We hebben vandaag een aantal sprekers. Ook zal ik mezelf voorstellen, ik ben Angela Ettema, lid van de Internationale Socialisten in Amsterdam. Ik zit vandaag deze bijeenkomst voor. We hebben verschillende sprekers. Peter Mertens zit hier naast me van de Belgische PvdA. Jermo Rammers van Podemos Nederland. Nicoletta van Reform. En Eman Jafari van de Internationale Socialisten. Dat is ook de volgorde waarin we zullen spreken. Zullen ieder 10 minuten spreken, daarna is het woord aan de zaal. En tot slot kunnen de sprekers antwoord geven op de bijdrage uit de zaal. Dan geef ik eerst het woord aan Peter Mertens. Ja, goedenavond. Ik ga heel kort herhalen wat ik van namiddag ook heb gezegd. Dus degenen die er toen waren, ik ga niet plots een heel ander verhaal vertellen, jammer genoeg. Of misschien helemaal niet jammer. Mijn standpunt over de Europese crisis 1. Ik wil wijzen op het arbeidsmarkt hervormingen in Duitsland. En de vraag achter, hoe komt het dat Duitsland exportweltmeester is geworden in Europa? In mijn ogen is dat essentieel, omdat er een arbeidsmarkthervorming plaats heeft gevonden die stabiele arbeid heeft vernietigd en vervangen door interim arbeid, flexibele arbeid, onstabiele arbeid. Volgens mij is dat trouwens een oriëntatie die in heel Europa doorgaat, namelijk dat zie je ook bij Renzi in Italië, dat zie je bij Rajoy in Spanje, namelijk dat men de arbeidsmarkt helemaal openbreekt en dat men van de nieuwe flexibiliteit en de kleine jobs de toekomst wil bieden. Dat betekent anderzijds dat in Duitsland nu Duitsland Europees kampioen van de werkende armen is geworden. Voor Bulgarije bijvoorbeeld. 22% van de arbeidsmarkt in Duitsland is werkend en arm. Ze heeft wel een job, maar komt niet toe op het einde van de maand. En dus dat is denk ik een politiek die men gaat proberen door te drukken in heel Europa. Allemaal vanuit diezelfde filosofie om Duitsland als exportnatie achterna te gaan. Terwijl natuurlijk onmogelijk is dat iedereen in Europa exportkampioen wordt. Want waar geëxporteerd wordt, moet natuurlijk aan de andere kant ook geïmporteerd worden. En niet iedereen kan exportkampioen zijn. En de hele politiek van bigger thy neighbor, dus word concurrentieeler op kap van je buur, is een politiek, denk ik, die in heel Europa één van de oorzaken is van de economische crisis van vandaag. Aan de andere kant heb je dan landen, denk ik dan, als Spanje, Portugal, Ierland, Griekenland, die met de invoering van de euro plat zijn gewalst door die goedkope Duitse producten enerzijds en door de euro anderzijds, met de onmogelijkheid om te devalueren en dus met een lokale economie die het steeds moeilijker kreeg om te overleven. Maar ik vermoed dat daar straks nog veel dieper zal op ingegaan worden. De basisstelling die ik naar voren wil brengen is, denk ik, dat Europa na 6 jaar crisisbeleid volgens mij helemaal niet uit die crisis is gekomen. En dan heb ik het niet alleen over de humanitaire catastrofe in Griekenland, dan heb ik het niet alleen maar over de situatie in Portugal en Spanje, maar gewoon om het over het feit dat er in heel Europa nu 26 miljoen werklozen zijn, dat 1/4 van de jongeren in Europa werkloos is, dat er 1/10 in Europa working poor is, dus werkend en arm is. Dus dat is een bilan of de balans na 10 jaar crisisbeleid in heel Europa. En als je dan bekijkt naar wat heeft dat economisch, welke economische betekenis heeft dat, dan zie je dat we helemaal niet uit de put van de crisis aan het komen zijn sinds 2008. Als je de cijfers van 2008 bekijkt en bekijkt die van vandaag, dan heb je eigenlijk vandaag een stagnatie. Nederland, denk ik, zit nog ver onder die cijfers. Er is een vernietiging geweest in Nederland van heel veel kapitaal. Griekenland uiteraard, Portugal en Italië ook. Maar eigenlijk zitten wij, zoals ze in het Engels zeggen, al 6 jaar bouncing at the bottom. Zijn wij aan het onthuppelen op de bodem van de crisisput en zijn wij er niet uit aan het komen. Heb je een eerste recessie gehad in 2008-2009 met een heel kleine heropleving van 0,5% in 2019. Dan heb je die tweede recessie gehad van 2010-11, de zwaarste recessie, met een heel kleine opleving in 2011-12, met 0,2% maar in de hele eurozone. En vandaag zit je met een stagnatie. En dus dat betekent dat 6 jaar crisisbeleid, 6 jaar austeritybeleid,
meer uit ideologische overwegingen zijn gevoerd en politieke overwegingen zijn gevoerd in Europa, denk ik, dan op effectieve redenen. Dat zie je trouwens ook in Griekenland, dat een testcase is geweest om de meest antisociale, anti-humanitaire politiek door te voeren, terwijl een derde van de bevolking tot de bedelstaat bijna is veroordeeld, is er 25% van het binnenlands product vernietigd. Dus de feiten bewijzen ook, die politiek werkt niet. Wat werkt er dan wel? Ik denk dat er op dit moment, om dan te eindigen, we naar een confrontatiemoment opnieuw gaan, een confrontatieperiode van 1, 2, 3, 4 jaar met Europa. Ik denk wat de Europese Unie nu aan het doen is met Griekenland, dat dat enkel ideologisch en politiek geïnspireerd is. Het feit dat men die laatste leningen van 20 februari, die 7,2 miljard euro, niet wil vrijgeven. Het feit dat men elke hervorming die in het Grieks parlement wordt gestemd eigenlijk wil verhinderen. Dat is alleen maar politiek ideologisch geïnspireerd. En dat is eigenlijk tegen de hele bevolking in Europa zeggen, een experiment zoals Griekenland mag niet in Europa en wij moeten dat verhinderen vooraleer de Spanjaarden naar Podemos gaan. Wij moeten dat verhinderen vooraleer de Ieren naar Sinn Féin gaan. Wij mogen dit soort politiek niet toelaten. Dus je zit in een impasse vandaag. Ik denk dat Griekenland en heel Europa solidariteit nodig heeft. Niet solidariteit in de zin van nieuwe leningen en nieuwe wurgakkoorden, maar effectieve solidariteit. En volgens mij solidariteit, een solidariteit dat iedereen in zijn eigen lidstaat vecht tegen diezelfde Europese dictaten, tegen diezelfde neoliberale wetten. Ik denk dat de parlementaire krachten daar een heel belangrijke rol in spelen, maar absoluut niet de meest doorslaggevende rol. Ik ben ook blij dat de nieuwe Griekse regering gisteren heeft besloten om op te roepen tot mobilisatie tegenover dat dogma uit Europa. In België komen wij uit een periode van een vrij grote algemene mobilisatie tegen de besparingsplannen die gelijkaardig zijn overal in Europa. We hebben een betoging gehad van 120.000 syndicalisten in november en 3 regionale stakingen en 1 algemene staking op 15 december. We hebben een burgerbeweging opgericht in ons land, Hart boven Hart, die de vakbonden hebben ondersteund. En het was sinds 1960-61 geleden dat er zo'n massamobilisatie in België was. Ik denk dat dat de belangrijkste weerstandsvorm voor de komende jaren gaat blijven. En ik ben positief, ik heb dat straks ook gezegd, op de middellange termijn. Dus ik ben positief op termijn van 5 à 10 jaar voor Europa. Maar ik denk dat die 5 à 10 jaar moeilijk gaat zijn. Ik denk niet dat verkiezingsoverwinningen, zoals die van Syriza of van Podemos of Sinn Féin, dat die onmiddellijk de krachtsverhoudingen in Europa gaan veranderen. Ik denk dat dat lari en apenkool is. Maar ik denk wel dat die mee een locomotief kunnen vormen om de strijd in Europa een nieuw gezicht te geven. En dat die megafoon mee kunnen zijn voor volksmobilisatie. Dus ik geloof niet dat onmiddellijk de verkiezingen alles veranderen. Dat zie je in Griekenland ook. De marge van die nieuwe Griekse regering is bijna niets. Maar ze kunnen denk ik wel een megafoon zijn om buiten dat kader te denken, om out of the box te denken, om nieuwe wegen tegenover die ideologisch geïnspireerde Europese besparingspolitiek te zoeken. Maar dat is een beetje heel kort, ik moest mij beperken tot 10 minuten, het kader waarin het boek Hoe durven ze? Het is hier te koop, ik heb het nu hier niet bij mij, maar dat zijn een aantal, ik moet daar reclame voor maken van mijn uitgever, want wij zijn doorgebroken in de Vlaamse boekenmarkt, maar nog niet op de Nederlandse boekenmarkt, dus vandaar. Dat is een beetje de basisstelling die in dat boek ontwikkelt. First, I would like to say that I'm a chemist. I'm not like a politician, like a professional one. So I'm saying this because what I think that is has been very important in Spain is like how has changed the whole society has been a repoliticization of the society, and this has been because the movement of the Indignados, the 15th of May, that was yesterday 4 years ago already, and that's one of my main points of my introduction, that I really want to make clear how it's important of a social movement to win the ideology, because now we are in a neoliberalism ideology in which if you don't have a house it's because, for example, you haven't worked enough hard, if you don't have a job it's your fault. But what is in Spain was that
to translate that into a social problem. So to build up like a social subject. And this has been very important in Spain because many social movements has been created from this. Like for example, the example of Mareas that has been in Spain, that they have achieved to stop the privatization of the hospitals and the health. Also the PA movement that achieved to avoid the evictions, like to people that don't have a house, get off from the house by the police. So in my experience that, yeah, before I have never participated, this has been like very important. And what we have seen now is that what Podemos has done is like to translate this social subject into a political subject. And that's very important because all the demands that were there, that the 15th of May put into the table, now have been incorporated into the Podemos discussion. And actually, a lot of these new ideas, also all the political parties in Spain, have incorporated in. So this has been a huge change. And this, I think that this is very important because these demands of the society that we see in the social movement is the left doesn't incorporate into their policies, the right will do. As we have seen, for example, in France or even in Greece also or in UK. So really the left had to be here. Another thing that I would like to mention in my introduction is how after these new parties incorporate these new ideas, suddenly like all the parties are so old. So for example, in Spain, it has changed completely like the view from the people from the previous governments and from the previous political parties that were in power for 30 years in Spain. They are not now in this new movement. And actually the government knew that, and actually that's why there has been like so many ways to try to make them all the protests in Spain illegal. There has been like now a few months ago, the new government put a new law that is called Ley Mordaza, that it really does a criminalization of all the social movement. For example, now it's illegal to record the police in the streets, or well, there are many examples of this. But what they is the only way they have to try to defeat the social movement and these new partners. So I think one of the main weakness of Podemos, because I think like they have the support of the people, they have all the votes from the people, and they are the first power now in Spain of intention of votes, is to, because Podemos is a, what I think is a, the new thing of Podemos is that it tries to do a something like this between an assembly movement, like the 15th of May, and also a political structure, of course, because they want to win the elections, they want to be in power. So for that, you need more than an assembly that it was on the 15th of May. So that translation between the, yeah, Podemos has always these two phases, the assemblies and the political structure. And that's something actually that has already been very criticized, and actually a very important person from Podemos left the party because he thinks that how the things are done is more political, not assembly. And also, of course, there will be a lot of attacks from the mass media. We have already seen before they support Podemos, but now that they see that they could take the power, there are more and more attacks, and they always say that Podemos is extreme left and they are going to do very crazy things that it's going to ruin Spain. So, yeah, I think this is my main ideas I wanted to introduce to the debate. Die in Nederland wonen. En wij
zijn van verschillende linkse en anarchistische stromingen. Dus we hebben geen leden en onze werken, onze acties en onze organisaties horizontaal zonder een voorzitter. Dus ik ga vandaag vertellen wat ik vind van de Griekse situatie, van de situatie op dit moment in Griekenland. Veel discussies in de Griekse radicale beweging op dit moment is wat voor partij is ze. Wij zijn nog niet oud van al dit, maar de belangrijkste van alles is dat Syriza is vooral een democratische partij. Dat is niet mis voor Griekenland, want de laatste jaren de democratie heeft geleden onder de regeringen, de afgelopen regeringen, onder de invloed van Trojka. En de ideologie van Syriza is een mix tussen Keynes en neoliberalisme. Maar het belangrijkste van alles is dat Syriza is een pro-Europese partij. Dus ze hebben wel kritiek aan ze geven kritiek aan Europa, maar vooral zijn pro-Europa. Ze vinden dat we moeten blijven in de Europese Unie. En dat heeft invloed ook op de onderhandelingen met Trojka. Want de strategie van de Griekse regering is dat wij blijven in de Europese Unie. We zijn trouw, we hebben geen plan B. Dus als we hebben geen geheime agenda als de onderhandelingen niet lukken. En wij proberen wel een tussenweg te vinden en een eerlijke compromis te sluiten. Alleen de Griekse regering is achteruit gegaan, maar de Europese leiders blijven op hun standpunt dat we moeten de onmenselijke programma van Trojka toch uitvoeren. De Syriza heeft wel wat stuk heeft weggehouden aan de rode lijnen tot nu toe. Rode lijnen zijn sommige dingen dat hij moet, dat per se dat hij niet achteruit gaat. Bijvoorbeeld dat de pensioenen niet achteruit gaan, dat er geen massa ontslagen worden. Daar moeten we zien wat van dit programma, wat van deze rode lijnen kan blijven. Hier is belangrijk om te zeggen wat de rol van de Europese Unie. Het is niet alleen een ondemocratisch instituut die de meest onmenselijk programma en niet uitvoerbaar ook heeft in Griekenland toegelegd, maar ze hebben gezorgd dat het Europese elite en de Griekse elite echt in de zadel blijft. Er zijn voorbeelden daarom. Zoals bijvoorbeeld de president van de Griekse Nationale Bank, die ondergraaft eigenlijk de regering en andere voorbeelden. Dus de Syriza heeft wel de verkiezingen gewonnen, maar heeft de macht niet. En dat is een probleem binnen en buiten Griekenland. Ik wil wat vertellen over Griekse schuld. Het is schrijnend. 64% van de staatsbegroting gaat naar aflossingen. We hebben binnen 14 jaar dubbel de schuld afgelost al. En toch zomaar door tot 2057 volgens mij. Maar de punt is niet alleen dat het schuld is onhoudbaar, maar vooral het onethisch is, want het is een schuld die de elite heeft gemaakt en de elite heeft verdiend en toch de mensen en de burger en de volk moet betalen. Wat vinden de mensen in Griekenland? Er is een opiniepeiling in mei 2015. Hier staat dat het 40, moet ik een beetje zo zeggen. 40% van de mensen zeggen dat als Syriza toch niet, als de Europese Unie eist toch dat de Syriza ver gaan van de rode lijnen die hij heeft, de 40% zegt niet.
Dat betekent dat de mensen in Griekenland hebben heel goed nu gezien wat de Europese Unie betekent eigenlijk voor ons. Er zijn geen twijfels over. En langzaamaan vinden dat er toch moeten we niet meer achteruit gaan. Het is de vraag nu, en dit gebruikt, dat die kan wel gebruiken, de linkse beweging. En het is de vraag nu wat Syriza doet. De sociale beweging Griekenland, de linkse radicale beweging heeft altijd acties gevoerd. En ook er zijn veel politieke acties en vakbondacties uitgevoerd. Maar de meeste mensen wachten af. Ze nemen niet massaal deel aan de acties en ze geven krediet aan de eigen regering en ze wachten totdat de regering toch aan een oplossing komt. Dat is dus nu het probleem. Syriza, binnenkort over 2 weken hebben we een akkoord. Zo heeft Syriza aangekondigd. Dus we gaan niet breuken. Eigenlijk met het breuk om niets met de Europese Unie. En we verwachten dat Syriza nog meer achteruit gaat aan de eisen van de Europese Unie en al dadelijk op zijn knieën gaan. En waarom? Omdat Syriza al dadelijk is verstrikt in zijn eigen aannames en politiek. Namelijk dat het is mogelijk binnen de Europese Unie dat een humanitaire programma, want we praten niet over een linkse programma nu, hè. We praten voor een humanitaire programma, dat het mogelijk is. De onderhandelingen laten zien dat het niet mogelijk is. En dat is mijn boodschap voor de linkse partijen in de rest van Europa. Dat volgens mij moeten ze goed nadenken wat is gaan standpunt over de Europese Unie. Is het mogelijk binnen de Europese Unie echt een socialistisch programma uit te voeren of niet? Want dit voorbeeld van Syriza en van de Griekse voorbeeld laat zien dat het niet mogelijk is. We hebben het over de crisis, de bezuinigingen en protesten, maar als ik de media mag geloven is de crisis al voorbij, wordt er natuurlijk gezegd. Want de groeipercentages van dit kwartaal, eerste kwartaal van 2005, waren 0,4% voor heel Europa. Dat lijkt me niet een hoog groeipercentage, toch wordt dat aangehaald om een goed nieuwsshow op te voeren. En voor dit jaar wordt er een groeipercentage in Europa van 1,6%. Verwacht en voor Nederland 1,7%. Dat is een kleine groei om te beginnen, maar wat is de reden daarvoor? Want dat laat een paar van de zwaktes die daar ten grondslag liggen zien. Belangrijkste reden achter die kleine groei is de quantitative easing die er plaats heeft gevonden. Hè? Dus dat de Europese Centrale Bank geld in feite drukt en de financiële markten daarmee overstroomt. Wat daarmee gebeurd is dat de rentes in feite negatief aan het worden zijn. Dat investeerders geld aan het lenen zijn aan overheden en in plaats van rente te krijgen, dat ze eigenlijk de overheden betalen om hun geld ergens te kunnen stationeren. Dus het wantrouwen is zo groot dat ze daarvoor bereid zijn om dat te doen. En dat laat zien dat er nog niet genoeg geïnvesteerd wordt in de productieve sector om uit deze crisis te kunnen komen. En dat bovendien al de volgende crisis daardoor op de loer ligt, namelijk het ontstaan van een nieuwe bubbel, wat natuurlijk in 2008 ook het geval was, omdat de financiële markten natuurlijk nu heel veel geld hebben en de beurzen omhoog gaan, maar dat daaronder de reële economie nog steeds erg zwak is. Bovendien leidt dat tot een verzwakking van de euro, ten opzichte van de dollar, op korte termijn goed voor de exportmarkt, maar daardoor wordt de import duurder en überhaupt de Europese economie zwakt daardoor af.
En andere belangrijke reden om niet al te optimistisch te zijn daarover is dat heel veel natuurlijk gehoopt werd dat China en andere opkomende landen de Europese economie omhoog zouden halen. Maar je ziet dat in feite in China de economische groei aan het afzwakken is. Het was afgezwakt naar 7% en dit jaar zal het verder afzwakken naar 6%. En er wordt al gespeculeerd dat daar ook de financiële bubbel uit elkaar zal barsten, omdat de overheid het lenen bij de bevolking en overheden enorm gestimuleerd heeft. Dus het is belangrijk om dat soort structurele problemen in de eurozone en de wereldeconomie niet uit het oog te verliezen. En ook te zien wat voor prijs er al betaald is om enigszins de economie omhoog te krikken, al in economische termen. Namelijk dat overal de schulden enorm omhoog zijn gegaan. In Griekenland natuurlijk 107%, 170% van bruto nationaal product is aan schulden. In Europa is dat gemiddeld 90%. In Nederland is dat relatief laag, als je dat vergelijkt, 70%. Van het bruto nationaal product. Maar vergeet niet dat in Nederland private schulden hoogste van Europa zijn. 230% van bruto nationaal product. En dat is ontzettend bizar, omdat je aan andere Europese landen, van Griekenland bijvoorbeeld, omdat die volgens mij niet hoger moet zijn dan 130%, zoiets, de drempel. Niemand heeft het over de drempel die er voor de private schulden bestaat. Want die is ook afgesproken in Europa. En dat is 130%. En Nederland heeft 230%. Dus zou op basis daarvan natuurlijk al moeten worden aangepakt. Maar in een andere zin is de crisis ook natuurlijk niet voorbij. Namelijk de gevolgen die er gewoon zijn voor voor werkende mensen en gewone mensen, studenten. Als je ziet dat de werkloosheid ook in Nederland nog behoorlijk hoog is, 7,5%, terwijl het voor de crisis op 3,7% stond. Dus, en dat dat komende 2 jaar in ieder geval op ongeveer hetzelfde niveau zal blijven. En mensen hebben ontzettend ook ingeleverd in hun koopkracht afgelopen jaren. En er wordt voorspeld dat de koopkracht op 0% groei zal blijven voor dit jaar en volgend jaar. Dus mensen zullen niet zo merken dat de crisis voorbij is, maar de grote aandeelhouders merken dat natuurlijk wel. We hebben gezien dat de bonussen bij ABN AMRO en ING omhoog gingen. Dus die ongelijkheid bestaat daar. Maar ook als het gaat om veel structureler, dat de neoliberale logica natuurlijk niet voorbij is en dat die trein doordendert. We hebben gezien dat dat ook tot verzet leidt. Hè? Van op de universiteit hier in Amsterdam, wekenlange bezetting, het rendementsdenken, wat natuurlijk ten grondslag ligt aan die hele bezuinigingsproject, het bovenbelang van studenten, mensen, milieu stellen van de winsten van enkelingen. En daar wil ik het vervolgens nu in mijn laatste helft over hebben, van wat voor soort verzet zien we daar tegen opkomen. Want deze crisis heeft ook natuurlijk veel protesten teweeg gebracht. En ook daar zien we veel ongelijkmatigheid als je naar Europa kijkt. In de Zuid-Europese landen, Griekenland, Spanje, hebben we veel verzet gezien. In de meeste Noord-Europese landen, zeker Nederland, liggen de stakingsdagen nog erg laag. En is er weinig verzet, hoewel we een aantal goede acties in de zorg hebben gezien. En de vakbond die de drugs voelt en wat meer van zich laat horen. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar, kan je ook iets van vooruitgang zien. Veel mensen hier zijn ook onderdeel geweest, denk ik, van de Anders Globaliseringsbeweging, die toen opkwam tegen zeg maar, het beleid van IMF, de Wereldbank enzovoort. Maar dat werd op een redelijk abstract niveau gevoerd, hè? De macht van dat soort mondiale instituties. Maar je ziet dat dat veel meer naar het lokale niveau is neergedaald, van hoe kunnen we nou daadwerkelijk neoliberale offensief in ons eigen land, in Nederland, in Griekenland, in Duitsland stoppen. Maar iets anders is er ook gebeurd, want op dat moment werd er alleen maar over een elite gesproken, over de multitude, maar dat het nu veel meer ook begint te gaan over daadwerkelijk wat het probleem is, namelijk klassenverschillen. De 1% tegenover de 99%, de leus van de Occupy-beweging. En ik denk dat dat ideologisch een vooruitgang is. Dat er in die termen, meer politieke termen, gedacht wordt. Er is een andere stap gezet, want
Er was ook een behoorlijke afkeer van het politieke, van politieke strijd, om heel erg begrijpelijke redenen. De sociaaldemocraten die hadden te veel samengewerkt in het doorvoeren van bezuinigingen. En mensen wantrouwden dat. Dat zag je ook in de M15-beweging, in Dignados in Spanje, die op dat moment opkwamen, 2011. Dat er gezegd werd van, we moeten het alleen maar van het actievoer hebben. Wat overigens ontzettend goed is. Laten we daarmee in ieder geval in Nederland beginnen. Hoe meer acties, des te beter. Maar dat mensen ook beginnen te merken dat ook een politiek antwoord nodig is. Dat je ook wel degelijk met politieke strijd naar voren moet komen en een vertaling moet geven. Want wat er ook in Spanje gebeurde, is dat de conservatieve partijen vervolgens de verkiezingen wonnen. Omdat mensen niet gingen stemmen en ook zich niet vertegenwoordigd voelen. En uit dat gevoel is natuurlijk Podemos voortgekomen in Spanje en Syriza in Griekenland. Maar dan kom ik bij het derde element wat we nodig hebben. Namelijk wel degelijk het, naast het bouwen van sociale strijd, bewegingen en electorale politiek, het bouwen van anticapitalistische partijen. Want wat je ook ziet in dat electorale politiek, is dat de wet van de macht van het kapitalisme nog steeds speelt. Namelijk dat regeringen en linkse partijen die stemmen winnen, op een gegeven moment geconfronteerd worden met de macht van het kapitaal. En dan is het, confronteer je de macht van het kapitaal of buig je ervoor? Syriza staat op dit moment precies op dat punt. Buig je voor de macht van de financiële markten van Europa en de elites van Europa, of mobiliseer je de mensen om die macht te confronteren en bouw je die solidariteit op? En vergeet dat niet, die vraag zal niet altijd actueel lijken, zeker niet in Nederland, maar het is wel de vraag die altijd zal opkomen als de strijd naar een hoger niveau gaat. En daarom kan je het opbouwen van anticapitalistische partij, revolutionair socialistische organisaties, niet naar de toekomst verwijzen en moet je daarmee nu al beginnen. Maar je zult dus op al die drie fronten moeten knokken. Het opbouwen van die partijen, het opbouwen van een electoraal alternatief en het opbouwen van sociale bewegingen. Daar wil ik het bij laten.